Hoi hoi, leuk dat je weer naar deze nieuwe video kijkt. Ik neem je vandaag mee naar de Action in Bilthoven en daarna gaan we nog even naar de Primark in Rotterdam. En ik kwam als eerste deze penseelbakjes tegen. Super handig om je kwast uit te spoelen of om er even bovenop te leggen. En die heb je in verschillende kleurtjes voor 49 cent. Ik kwam deze leuke etuis tegen. En de rit zit dus niet op de lange, maar op de korte zijde. Er zit een boekje in, potloden, pennen, een puntenslijper, een gum, paperclipjes. Een hele complete set. Deze ook met die donuts, ook erg leuk. En deze met fruit, kersjes, aardbei. En ze zijn 1,99. Dit zijn hele handige to-go koffiebekers. In heel veel verschillende kleuren. En je kunt dus dat klepje helemaal naar achteren klikken. Zodat je er helemaal geen last van hebt en zo kan je prima drinken. En als je hem dicht wil doen, klik je hem de andere kant op. 1,29 euro, 280 milliliter. Dan van die leuke nieuwe windlichtjes, vaccinelichthouders in een lotusbloem. Die heb je in heel veel verschillende kleuren. Helemaal achterin zag ik nog een gele verstopt. 1,29 euro. Dan kwam ik deze lijstjes tegen, zwarte lijsten. En dan zitten er van die gouden blaadjes in. En daar heb je allerlei varianten van. Ik vind ze er best wel duur uitzien eigenlijk. En het kan je interieur net even wat verfraaien op bepaalde plekken. 28 bij 28 centimeter voor 3,99. En hele leuke kussentjes van het hele zachte soort velvetstof. We hebben ook nog deze variant van een beetje een blauwe kleur. De achterkant is gewoon effen, dus als je de bloemetjes zat bent, draai je hem gewoon om. En dan ook nog deze leuke roze, dat is echt mijn favoriet. En die zijn 3,99, 45 centimeter. Dan kwam ik dit hangplantje tegen. Hij zit helemaal bij elkaar geknoopt, dus hij hangt nu niet zo mooi. Maar hij ziet er best heel schattig uit in zo'n soort rieten mandje. En je hebt ook nog deze variant, die heeft een iets ander soort blaadje. Net weer wat grover en een andere kleur groen. En ze zijn 4,99. Dan deze wonderbalm voor lip, huid, nagel en nagelriem. Die heb je ook in deze peach tinten, die is ook voor de wangen. En in de original voor 98 cent. Dan kwam ik ook deze borstels tegen. Dit zijn van die hele fijne anti-clip borstels. Ook bij nat haar borstelen die heel fijn. En die heb je ook nog in deze groene kleur. En ze zijn maar 1,19 euro. Deze plantenspuit hebben jullie misschien vaker gezien. Ik heb zelf deze roze variant thuis. En die bevalt me heel erg goed. Die is 77 cent. Maar ik zag nu dat er ook een hele grote van was met zo'n pomp erop. Dus dat is ideaal ook voor in de tuin natuurlijk. En hij is er ook nog in een beetje groene kleur voor 1,99 euro. En dan gaan we nog even een kijkje nemen in deze grote Primark in Rotterdam. Daar was ik zelf nog nooit geweest, dus dat vond ik wel leuk. Ik kwam deze gave tas tegen van dat gevlochten materiaal met goud er doorheen. 16 euro en er zit ook nog zo'n lange strep dat je hem over je schouder kan dragen. Leuke gouden sandaaltjes. Zal niet heel stevig zitten, maar ze zien er wel heel mooi uit. 12 euro met zo'n padded sole. Dan een vrolijke jurk. Allemaal lekkere felle kleurtjes. Aan de achterkant heeft hij een beetje dat elastiek. Hij is 22 euro en ze hebben in diezelfde stof ook een rok en een top. Dit is de rok. En dit is het topje. Hele leuke set ook. En daarnaast hing nog dit leuke roze topje. Ook een heel lekker stofje. En die is 8 euro. Dit zijn hele fijne soort basic topjes. Mijn dochter en ik hebben deze in Dublin gekocht. In het wit en in het zwart. Ideaal om ergens onderaan te doen of voor naar de sportschool. 3,50 euro en je hebt ze in meerdere kleurtjes. Dan een hele leuke zwart-witte broek met een mooi printje. Dit is echt zo'n lekker dun stofje. 14 euro. En dit is zo'n bikini cover-up. Die kan je over je bikini aandoen, maar je kan hem natuurlijk ook gewoon dragen met een hemdje eronder. 17 euro. En ook aan de achterkant staan van die leuke bloemen. Dit tasje hing heel random in de winkel. Die heb ik even gefilmd, want die vond ik er wel heel leuk uitzien. Er zit een gouden ketting aan en bovenaan een zwarte strep die je kan verstellen.
en hij is 7 euro. Deze vrolijke blouse kwam ik tegen bij de bikinis. Die kan je dus over je bikini heen doen, maar je kan hem natuurlijk ook gewoon aan. Het is wel een vrij transparante stof en hij is 12 euro. De mouwen kan je nog oprollen en er is ook een bijpassend hoedje van. Die kan je aan twee kanten dragen. Die is 6 euro. En in diezelfde print ook nog een leuke bikini. En dit topje is maar 3 euro. En daar hebben ze dus ook het bijpassende broekje van. Met van die touwtjes aan de zijkant die je zelf kan verstellen. En die is ook maar 3 euro. Dan kwam ik deze hele leuke broek tegen. Met allemaal beige bloemen. 12 euro. En deze panterprint broek. Die heeft aan de zijkant nog een soort zwarte streep. Heel luchtig stofje. Vond ik ook wel erg leuk. En die broek is 18 euro. Dan een pak met een soort blouse met een gouden draadje erdoor. Het is een beetje een soort linnenstof, lijkt het wel. En aan de onderkant van de blouse zit een soort raffia randje. En dit is de broek van hetzelfde materiaal. Die heeft ook dat randje aan de onderkant. 18 euro voor de blouse en ook 18 euro voor de broek. Dit topje is van een soort gehaakt materiaal en die heeft zo'n schulprand aan de onderkant. 17 euro. En dit is de bijpassende rok. Ook met die schulprand aan de onderkant. 17 euro en er zit ook nog een voering aan de binnenkant. En dit vond ik ook een heel leuk vestje. Lekkere neutrale kleuren. Mooie gouden knoopjes op het vest. 21 euro. Dan een mooie jurk. In zwart, crème en een beetje goud. En daar hebben ze dus ook een vestje en een rokje van. Het vestje is 21 euro. Hier kun je een beetje zien hoe dat goud er dan uitziet van dichtbij. Met gouden knoopjes ook erop. En dit is het rokje. Die heeft ook twee van die vakjes met gouden knoopjes. En die is 19 euro. Deze strikken voor in het haar die zijn helemaal in. We hebben de lichtroze variant. De crèmekleurige. Aan de achterkant zit dus gewoon zo'n clip dat je hem in je haar kan klikken. En hij is er ook nog in het zwart en ze zijn 5 euro per stuk. Dan een schattig sieradendoosje van dat velvet materiaal. Met initialen erop. Ik had toevallig de A van Angelique gelijk te pakken. 7 euro. En dit is een hele handige toilettas. Die had mijn dochter in Dublin gekocht. Kan je makkelijk ophangen, alle spulletjes erin doen en lekker plat in je koffer doen. Deze is 8 euro. En in diezelfde serie hebben ze ook dit leuke doosje. Een sieradendoosje met een spiegeltje erin. Kan je allerlei verschillende sieraden in kwijt. Handig voor op reis, maar ook gewoon leuk om thuis neer te zetten op je kaptafel bijvoorbeeld. 8 euro. Dan kwam ik deze gimpjes tegen van die soort canvas gimpjes. En er zit een heel leuk goud glittertje in. Goeie stevige zool zit eronder. Ik vond ze er heel leuk uitzien. En ze zijn maar 14 euro. Dan nog leuke goudkleurige sandaaltjes. En voorop is er dan zo'n gevlochten deel. Deze zijn 11 euro. En diezelfde zijn er ook in het zwart. Dan een heel schattig soort pyjamaatje. Het is een beetje van dat katoen. 8 euro met kersjes. En hier het bijpassende broekje. Dat zal ook vast heel lekker zitten van dat materiaal. Lekker luchtig. En het broekje is 9 euro. Dan deze pyjama broek. Ook weer van een soort katoen. Met leuke gekleurde streepjes. Die is 14 euro. En hier hangt het bijpassende topje. Die is 8 euro. Dan gaan we de roltrap op naar boven. Om even op de volgende verdieping te gaan kijken. Daar kwam ik bij de home afdeling en daar zag ik dit leuke windlicht. Ziet er heel leuk uit in die roze kleur. Die is 4 euro.
En deze mooie manden. Een gestreepte mand voor 9 euro. Mooie ovale vorm. En diezelfde hebben ze ook nog in het zwart-wit. Dan zag ik van dat Bridgerton servies, er stond alleen nog deze soort schaal. Dus ik weet dat er meer van was, maar dat is waarschijnlijk allemaal uitverkocht. Maar deze is 14 euro. Dan een heel leuk kaarsje in de vorm van een aardbei. Een geurkaars natuurlijk. En dat potje is ook leuk om te bewaren als die opgebrand is. 6 euro. Een flamingo met een plantje. Kan je ook ophangen, ook heel schattig. Die is 6 euro. En deze ananasjes, die heb je in het geel en in het blauw voor 3 euro. Dan hebben we ook nog een watermeloen. Ook weer een geurkaars. Die is ook 6 euro. En diezelfde hebben we ook nog in een citroentje. Ze hebben altijd hele leuke dingen op die homeafdeling bij Primark, vind ik. En deze is uiteraard ook 6 euro. Dan nog een klein cactusbordje. Kan je ook leuk sieraden opleggen bijvoorbeeld. 3,50 euro. En ze hebben ook deze hele kleine cactusjes om neer te zetten als decoratie. 2,50 euro. En ook nog deze variant in lila. Dan geurstokjes in een citroentje. Ziet er natuurlijk ook heel vrolijk uit. Ook leuk voor op de wc bijvoorbeeld. 7 euro. En dan hebben we nog deze glazen cactussen. Die heb je in het roze voor 7 euro. En diezelfde is er ook in het groen. Dan van diezelfde theelichtjes die ik net in het roze zag, maar dan een kleine variant. In deze beetje turquoise kleur. Deze is 3 euro en die grote was dus 4 euro. Een heel schattig tulpenboeketje in een vaasje. 7 euro. Ziet er ook heel gezellig uit op tafel. En hier hebben ze een soort van die Stanley cups, maar dan van Primark eigen merk. 590 milliliter kan erin voor 10 euro. Zijn echt mooie bekers. Dan een heel schattig plantje in een soort sinaasappeltje. Vond ik er ook heel leuk uitzien. Die is 4 euro. En een slakje waar je een vaccinelichtje in kan doen. Die is 3,50 euro. Dan nog een klein bosje bloemen in een vaasje. En dan hebben ze echt een beetje gel onderin gedaan, alsof het lijkt of er water in zit. Die is 6 euro. En een klein orchideetje in een heel klein wit potje. Wel een mooie kleur. 4,50 euro. Dan kwam ik deze houten olifant nog tegen als decoratie. Vond ik ook wel erg leuk. Die is 5 euro. En dit plantje. Die zit in een soort gevlochten potje. Hele neutrale kleur voor 8 euro. Dan als laatste kwam ik nog deze laptophoes tegen. Met een leuke aardbei erop. En deze is 10 euro. Ik ben inmiddels terug van de Action en de Primark. En ik zal even laten zien wat ik heb meegenomen. Allereerst dit bakje. Dit is voor je verfpenselen. Daar kan je ze even in uitspoelen. Maar je kan ze ook bovenop zo leggen. Dat is wel handig. Als je eventjes je kwastje neer wil leggen. En je wil niet dat je bureau vies wordt. Of je werkplek. Dan is dat ideaal. En ik heb heel wat verfspullen, maar zo'n bakje had ik toevallig nog niet. En deze was 49 cent. Dus die kan ik mooi bij mijn verfspullen leggen. Dan koele elementen. Deze waren in de weekactie. En ik vond dit gewoon hele leuke kleurtjes. Dus ik dacht, ik neem ze nog extra mee. Komt altijd wel van pas. 57 cent. Dan een barbecue tang. Die gebruik ik eigenlijk altijd om mijn vlees om te draaien. Maar ook om bijvoorbeeld dingen uit de airfryer te halen of uit de oven als ze warm zijn van die aardappeltoefjes. En deze is in de weekactie voor 79 cent. Dit product was net nieuw binnen bij de Action, de Wonderbalm. Voor lippen, nagels,
huid- en nagelriemen. Ik ben er wel heel benieuwd naar en deze was 98 cent, dus ik dacht ik ga hem een keer proberen. En dan kwam ik ook nog deze mooie beach towel tegen, 90 bij 1,70 meter. De weekactie heb ik gefilmd in Amersfoort, daar lagen deze handdoeken niet, maar bij ons wel. Dus deze zijn ook in de weekactie voor 6,99 euro. En ik vond dit wel heel leuk met dat oranje en die roze bloemen. Een vrolijk printje. En bij de Primark heb ik ook nog wat leuke kleding gekocht, dus dat zal ik jullie ook nog even laten zien. Allereerst deze broek, zwart met beige, in een leuk bloemenprintje. En er zitten van die straps aan, daar kan je leuk een strikje van vouwen. En het is een lekkere luchtige stof. Ik doe zelf niet zo snel een korte broek aan in de zomer, alleen als ik op vakantie ben. Maar thuis draag ik dan eerder een luchtige lange broek. En die was 12 euro en daarbij heb ik dit zwarte shirtje meegenomen. En die was maar 3,50 euro. En ik heb een maatje S. En hier kan je zien hoe het staat. Ik ben er wel heel blij mee. De volgende aankoop is ook een soepelvallende broek met een panterprintje. En een zwarte rand aan de zijkant vond ik wel leuk. Deze heeft wat dunnere strepjes waar je ook weer een strikje in kan vouwen. En het is ook weer een heerlijke luchtige stof. En deze broek was 18 euro. En hierbij nam ik dit shirtje mee. Dit is een beetje een soort linnen shirtje met een zakje op de borst. En hij heeft bij de mouwtjes een beetje zo'n omgevouwen randje. Het is wel een heel erg kreukstofje, zag ik, want ik had hem al helemaal gestreken. Gewassen en gestreken en toch zie je al heel snel weer kreukels. Je kan er ook een leuk zwart truitje op doen. Deze kwam ik tegen bij de kringloop voor 2,50. Een blouseje. En als laatste nam ik nog dit leuke jasje mee. Het is een heel zacht, een beetje suède-achtig stofje. Het voelt echt heel lekker en het zit ook heel lekker. En dit is nou precies zo'n jasje die je aandoet als het eigenlijk net te fris is om geen jas aan te doen. Maar te warm voor een wat dikkere jas. En ik vond hem gewoon heel erg leuk, ook qua neutrale kleur. En dat was 25 euro, dus hier ben ik ook heel blij mee. En er waren toch een aantal mensen die het leuk vonden om de rest van mijn hobbyspullen ook te zien. Dus dat ga ik even laten zien nog. Ik heb deze ronde bak van IKEA. En hier heb ik een aantal bloemetjes in zitten. Nog wat doosjes waar je iets leuks van kan maken. Hier nog bloemetjes in een zakje. Ik heb wat kerstdingen, kerstlint. Van die belletjes voor de kerst. Van die glitterknijpertjes. Van die takjes die je op een cadeautje kan doen met de kerst. Dus dat heb ik eigenlijk allemaal hierin zitten. Hieronder nog een zakje met van die pompons. Die gebruik je dan bijvoorbeeld weer voor de Pasen. Dus dat is wat er in deze doos zit. Daarnaast heb ik deze doos, die heb ik ooit een keer bij Blokker gekocht, jaren geleden. En hierin heb ik al mijn cadeau stickertjes en wat stoffen lintjes. Ik heb nog veel meer stoffen lintjes, maar die zitten in een andere bak. Maar dit zijn eigenlijk de lintjes die ik vaak gebruik voor een cadeautje. Nog een paar van die strikjes. En hier nog mijn bloemen. Een rol met bloemenstickers, ook voor op een cadeautje bijvoorbeeld. Dus dat zit in deze doos. En de volgende doos is weer een doos van IKEA. Zoals je ziet staat er op stickers. Vind ik wel handig dat je het er ook echt op kan schrijven wat erin zit. Hier zitten allemaal stickerboekjes in. De meeste van de Action. En daaronder zitten nog allemaal wat losse vellen die ik geknipt heb, zodat het allemaal in de doos past. Er zit echt van alles en nog wat in. Maar deze dozen zijn daar echt perfect voor en zoals ik al zei, je ruimt het op en niemand ziet de troep. Dat vind ik altijd zo fijn hiervan. De volgende doos is met papierblokjes. Bovenop heb ik nog even zo'n doorzichtige sheet. Een A5 formaat, die komen van Boekenvoordeel, daar kan je een schutkaart bijvoorbeeld mee maken. En hier heb ik nog allemaal papierblokjes in dit doosje. De meeste zijn van de Action, ook wel een paar van andere merken. Maar het is ideaal als je niet zo'n groot designerpapier nodig hebt, maar gewoon even een klein papiertje, dan zijn die kleine blokjes echt perfect.
En hieronder een grote doos, ook weer van IKEA, van diezelfde serie. Heb ik allemaal bekers twine in zitten. Deze lettertjes van de Action, die heb ik ook in zo'n doosje gedaan. Dat doosje komt van de gereedschapafdeling van de Action. En er zit nog een ander mandje in, daar zitten allemaal van die splitpennetjes en zo in. Sorry, ik wiebel een beetje, de doos is best zwaar. Hier nog zo'n bakje met ook bloemensplitpennetjes. En allemaal kleine doosjes, maar dit is handig om gewoon hierin te bewaren. En zo weet ik ook precies waar ik het kan vinden. En ik heb ook nog van die kleine klittenbandjes, rondjes en vierkantjes. Ook altijd handig om mee te knutselen. Dus dat is wat er allemaal in deze bak zit. En dan de rechterkant van het kastje. Daar heb ik bovenin dus van deze ronde dozen. Ook van de IKEA, allemaal van diezelfde serie. En in dit kleine ronde doosje heb ik ook weer allemaal stickers. Heel veel losse stickers die je kan bestellen. Die heb ik allemaal hierin gedaan, zodat ik weet waar ik die kan vinden. En dat is wel handig in dit ronde bakje. En nog een rolletje met van die regenboogstickertjes. Dan gaan we naar de grote bak. En schrik niet. Dit is echt heel erg. Deze zit echt helemaal vol met washi-tapejes. Vandaar dat ik tegen mezelf zei, ik mag echt geen washi-tapejes meer kopen. Er zit nog zo'n doosje in met Creachic washi-tapejes. Maar zoals je ziet kan ik voorlopig vooruit. Op de volgende plank heb ik weer zo'n doos staan. En daarop staat lijm. Er zit deze foam in, zo'n dubbelzijdige foam wat dikker. Dan heb ik twee doosjes met lijmpistoolvullingen. Mijn lijmpistool van de Action. Hier nog van die snelle secondenlijm, zeg maar. Dit is hele stevige tape om mee te knutselen. Kan je ook bij Boekenvoordeel trouwens kopen. Een tape dispenser, daar komen gewoon plakbandjes uit, werkt ook heel handig. En dan nog allerlei verschillende lijm. Hier is nog dubbelzijdige tape van dat meer papierachtige. Die kan je wel bij de Action kopen. En hier allerlei soorten lijm voor allerlei verschillende doeleinden. Hier nog van die Bison Kit universele lijm. Dan ook nog van die Tacky Glue. En zo'n soort gewone pritstift, maar dan van de Action. Dus voor elk soort knutselwerkje zijn eigen lijm. De plank daaronder staat een doos met mijn gel nagellak, niet interessant. En helemaal onderop heb ik nog dit pennenbakje. Daar zitten al mijn stiften in. Mijn Crayola Super Tips. Zijn echt hele fijne stiften en ik heb ook heel veel verschillende kleuren ervan. Dan heb ik hier de permanent markers, die heb ik bij Action gekocht. Ik heb nog wat highlighters hier tussen staan. Mijn passer, lijm en nog een puntenslijper. Dus dat zit allemaal in dit pennenbakje en het gebruik ik niet super vaak. Naast mijn bureau heb ik nog deze bamboe trolley staan. Een hele kleine trolley van de Action. Hier heb ik wat papier tape. Dat doe ik vaak onder een plaatje, dat ziet er gewoon heel leuk uit. En ik heb nog dit bakje. Dat is een bakje met veel gebruikte spulletjes. Er zitten ook nog een paar kleine stickervelletjes en boekjes in. En nog wat leuke plaatjes die uitgeprint zijn. Heel veel met bloemetjes. En die plak ik ook vaak gewoon in mijn bullet journal. Dus vind ik wel handig om bij de hand te hebben, maar wel in een bakje, want dan blijft het stofvrij. Dan de verdieping daaronder. Daar heb ik diezelfde bak waarvan ik van de week die kleine had. Dit is de grote van IKEA. En hier zitten ook weer allemaal stickerboekjes in. Die ik ook regelmatig gebruik. Veel van de Action, maar ook van de HEMA. En eigenlijk ook van andere webshops. Alphabet stickers. En dit is echt een verzameling van jaren hoor. Dat heb ik niet allemaal onlangs gekocht. En dit blik is precies het formaat van het kastje. Alsof het ervoor gemaakt is. Echt perfect. En helemaal onderaan nog een aantal stempelsets van Stampin' Up. Die passen daar ook mooi. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken.
Ben je nou nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op mijn kanaal. Dan hoef je geen enkele video meer te missen in de toekomst. En blijf je op de hoogte van alle leuke nieuwe dingen bij de Action. Maar ook andere leuke winkels. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat nog even een leuke reactie achter. Vind ik echt super leuk om te lezen. En dan zie ik jullie heel graag weer bij mijn volgende video. Bye bye!